De COVID-19-pandemie levert niet alleen fysiek ongemak, maar kan ook van invloed zijn op de geestelijke gesteldheid bij vooral oudere mensen. Gevoelens van stress en depressie door alle coronamaatregelen komen wereldwijd voor. Hoe kan men door deze fases heen komen en niet meer in een dip geraken? Psychiater Rudy Dwarkasing geeft hierop antwoord in gesprek met de communicatiedienst Suriname. Dwarkasing is tevens waarnemend medisch directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS. Kijk, er zijn verschillende, laten we het indelen in verschillende groepen. Je hebt de jongere groep, je hebt de volwassenen die hun eigen verantwoordelijkheid hebben. En dan hebben we de groep van de oudere mensen. En u begrijpt dat maatregelen als isolatie een enorme impact op je heeft. Als je het voor jezelf nagaat dat je vanaf vrijdagavond in principe 8 uur tot maandagochtend 5 uur thuis moet zijn, dan heeft dat al een impact. Beperkt sociaal contact. Je kan niet doen wat je zou willen doen, wat je zou moeten doen ook nog. En dat brengt allerlei vervelende reacties met zich mee op het psychisch vlak. En dat noemt men dan stress. Het is geen normale situatie, het is een vrij abnormale situatie. En dat kan leiden tot inderdaad een aantal psychische verschijnselen, waaronder een depressie uiteindelijk. Immers, we zijn de 6e maand al voorbij gegaan. 13 maart en nu 13 september gisteren. Dus dit heeft een enorme impact op het psychisch welbevinden van de mens. Wat is het verschil tussen stress en depressie? Stress is een algemene term om aan te geven dat er dingen niet goed gaan op basis van factoren, externe factoren. Maar een depressie is een apart ziektebeeld. Het is een stemmingstoornis, noemen wij dat. En wat is een depressie? Een depressie wordt gekenmerkt door een aantal criteria. Een van de dingen is een sombere stemming. Ze voelen zich niet meer zo plezierig, hebben minder zin om iets te doen, kunnen plezier niet meer beleven zoals ze dat gewend waren in het verleden. Minder plezier. Slecht slapen, slechte eetlust, afvallen. Zo heb je een aantal criteria waaraan je moet voldoen voordat we kunnen praten over een depressie. En dat allemaal moet minimaal 2 weken aanwezig zijn. Hoe kan je iemand die aan een hoge mate van stress leidt of depressie het best helpen? 1. Je moet onderkennen dat er iets is. Je moet je ervan bewust zijn dat er iets is. En hoe kan je dat zien? Gedragsverandering bij mensen in je directe omgeving. Neem het gezin als eenheid. Dan zie je dat, het gedrag is veranderd bij iemand. Een gezinslid. Praat minder, je ziet minder een smile op hun gezicht, gaan zich terugtrekken, kunnen zich ook weer gaan terugtrekken. Soms worden ze, kinderen vooral, vrij snel agressief en dan zijn ze geïrriteerd. Dus wanneer die gedragsverandering optreedt, dan is dat een heel, laat me zeggen, belangrijk punt om toch wel hulp te zoeken. Voor de mensen die dit zelf hebben, wat zouden zij het best kunnen doen om hieruit te komen? 1. Praten. Je moet praten en dan kan je iemand alvast beginnen te nemen die je in vertrouwen kan nemen. Het kan een buddy zijn, het kan een gezinslid zijn, het kan een mattie zijn, een hele goede vriend. Maar een van de eerste wegen die je moet bewandelen is de huisarts daarover spreken. De huisarts kent zijn of haar patiënten en inderdaad als je die dingen opmerkt bij je, of gezinsleden merken het eerder op dan jijzelf, dan moet je de huisarts zeker contacten daarover. Kunnen kinderen ook depressie of gestrest raken? En hoe help je zo'n kind? Het ligt dan aan de ouders in eerste instantie. Het is natuurlijk een lastige tijd. Kinderen zijn al een hele tijd thuis. Op een paar weken nadat ze online lessen hebben mogen volgen. Maar ze zijn al lange tijd thuis. En dat zijn ze niet gewend. Ze zijn geïsoleerd van de buitenwereld. Ze ontmoeten hun vriendjes, vriendinnetjes niet op school. Ze kunnen hun spelletjes niet doen zoals ze dat gewend waren. Dus dat leven wat ze gewend waren, is er niet meer. Het is nu een heel abnormale situatie voor hun. Vaak, ik ben geen kinder- en jeugdpsychiater, maar vaak zie je dat kinderen snel geïrriteerd raken. Ze gaan agressief worden. Ze gaan oppositioneel gedrag, noemen wij dat, vertonen. Als je ze dat vraagt, gaan ze het tegenovergestelde willen doen. En dat zijn dan heel erg belangrijke gezichtspunten om mee te nemen om toch verder met het kind te praten. Wat je kan doen als ouders, probeer een redelijke daginvulling te hebben. Kleine, simpele dingen die ook geen geld hoeven te kosten hoor. Ga samen met ze iets ondernemen, ga samen een spelletje doen.
tekenen, kleuren, praten over het virus zelf, over het COVID-virus. Kinderen zijn heel erg smart. Ze snappen het ook wel. Maar praat met ze als ouders erover. Van, hey, dit is de situatie, hoe gaan we verder, et cetera. Dus er zijn een aantal mogelijkheden die je kunt benutten om dat kind weer op spoor te krijgen. Hoe ziet de nazorg eruit om ervoor te zorgen dat zo iemand niet weer in die dip belandt? Kijk, je weet al dat iemand zich zo gedraagt als hij in zo'n dip zit. Dus je hebt die kennis, die ervaring. Soms is het ook goed om meer te gaan lezen. Er zijn zoveel artikelen de laatste tijd verschenen over de gevolgen van COVID op het psychisch vlak. Ga lezen, wat zijn de verschijnselen? En pas dan, wanneer je dat inzicht hebt, dan kun je verder erop inhaken. En natuurlijk is de huisarts de aangewezen persoon als dingen waarvan je denkt van dit is niet goed, dan zou je het met de huisarts moeten bespreken. Is er ook een andere groep, onze seniorenburgers, die door de coronapandemie dan minder bezoek krijgen van hun geliefden? En hoe kan deze groep het best begeleid worden? 1. De situatie is abnormaal. Ze kunnen geen bezoek krijgen, zoals je zegt. Ze kunnen niet naar de apotheek om hun medicijnen te halen. Ze kunnen geen boodschappen gaan doen. Ze kunnen dat sociaal contact, en dat is heel erg belangrijk, ook niet meer daaraan voldoen. Want ze kunnen niet bij een vriendin of een oude tante die er nog is een bakje soep brengen of iets ontvangen. Ze kunnen dat niet. Het is een abnormale situatie. En ik denk dat middels IT-mogelijkheden tegenwoordig je toch wel wat contact kan stimuleren. Telefonisch, steeds weer overleggen, iedereen is op WhatsApp tegenwoordig. En die mogelijkheden gebruiken om toch nog het contact, het sociaal contact wat er was, zij het op een andere manier, op een andere schaal, toch proberen te in stand te houden.